The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. We gaan nog heel eventjes wachten. Meestal loggen er na 10 uur of net na 10 uur nog wel enkele mensen in. Dus we gaan nog een aantal minuten wachten voordat we gaan starten. We gaan nog 2 minuutjes wachten en dan gaan we van start. Oké, ik denk dat we wel van start kunnen gaan. Mensen die eventueel later nog inloggen, die kunnen dan wel inpikken en eventueel ook nog vragen stellen. Welkom allemaal. Webinar over 3D Reshaper. Misschien heel even wat praktische zaken. Iedereen staat normaal gezien op mute, dus dat wil zeggen dat wij jullie niet kunnen horen. We gaan de vragen voorbehouden tot op het laatste. Misschien is het makkelijkste, ja, je kan uiteraard op het einde, zullen we jullie allemaal unmuten. Dus dan kunnen we je wel horen en dan kan je eventueel spreken. Eventueel kan je ook tijdens de presentatie vragen stellen, maar doe dat dan eventjes in de chat. Normaal gezien zou je in de dialoogbox van de webinar zelf een chat moeten zien staan. En dan kan je ook altijd vragen intippen, zodat wij die kunnen lezen. En dan kunnen we die achteraf ook even behandelen. Misschien heel kort voor degenen die mij niet kennen. De meeste onder jullie zullen mij waarschijnlijk wel kennen. Ik ben Björn van Genechten. Ik ben nu ongeveer een kleine 4 jaar, denk ik, werkend bij Leica.
En ik behandel eigenlijk alles wat dat puntenwolken aangaat. Dus ik ben een beetje de puntenwolkspecialist van voor Leica Benelux. Oké, okay. 3D Reshaper. 3D Reshaper is een klein onderdeeltje in de software die we gebruiken om onze puntenwolken te gaan verwerken. Leica heeft uiteraard nog een heleboel andere softwarepakketten voor ieder stukje eigenlijk van het werkproces. Gewoon heel eventjes een schets maken van waar dan 3D Reshaper zich bevindt in de hele workflow. Dus uiteraard hebben we voor de scans aan elkaar te gaan registreren, het aan elkaar koppelen van scans, hebben we software zoals Cyclone, Cyclone Registry 60. Eens als die scans allemaal aan elkaar gekoppeld zijn, dan wil je natuurlijk op een heel eenvoudige manier die data gaan delen met anderen. Dat kan op verschillende manieren. Je kan uiteraard direct de geregistreerde puntwolk naar iemand doorsturen, maar dan hebben ze daar speciale software voor nodig om die te kunnen gaan verwerken. En er zijn ook eenvoudigere manieren, zoals bijvoorbeeld met TrueView, waarbij dat je dan een website gaat maken van die scans en dus op een heel eenvoudige manier puntwolken kan bekijken. Of Jetstream, waarbij dat je zelfs in 3D kan gaan lopen doorheen de puntwolken. De laatste stap vaak in het verwerken van puntwolken is echt het gaan modelleren in 2D of in 3D. En eventueel de puntwolken gebruiken als een soort van analyse tool. En daar komt dan CloudWorks enerzijds in voor, waarbij dat we die puntwolken in je eigen CAD software kunnen gaan inladen en kunnen gaan uitwerken. En anderzijds Reshaper. En Reshaper kan je ook wel een deeltje in modelleren, maar Reshaper is voornamelijk eigenlijk een analyse tool, waarbij dat we de puntenwolk gaan gebruiken om analyses te gaan uitvoeren. En daar gaan we het vandaag even over hebben. 3D Reshaper is eigenlijk van een Franse firma, Technodigit, maar Technodigit valt onder dezelfde hexagonvlag als Leica. En daarom gebruiken wij die software ook binnen Leica Geosystems en verdelen wij die ook en geven we daar uiteraard ook opleidingen voor. Misschien heel kort iets over hoe dat de licenties van 3D Reshaper in elkaar zitten. Je hebt eigenlijk een soort van basislicentie en daarnaast heb je een aantal modules die extra functionaliteiten geven. Hier zie je de verschillende modules eigenlijk staan. Dus je hebt de basislicentie, daarnaast heb je een survey module, een texture of imaging module, een CAD module, een tank module. En dan heb je, ja, het laatste is een geosystems pack. Dat is eigenlijk een combinatie van verschillende van die modules die we dan bij Leica voornamelijk aanraden, omdat daar een heleboel nuttige functies in zitten die we bij onze scans vaak kunnen gaan gebruiken. Op zich is de menustructuur van 3D Reshaper redelijk eenduidig. Je ziet bovenaan een heleboel items die je kan gaan uitvoeren, commando's die je kan gaan uitvoeren. De meeste zitten eigenlijk allemaal in het basispakket, zoals je hier ziet in het blauw. Je hebt één menutje, dat is de surveying module, dus daarvoor heb je die licentie nodig. Je hebt een texturing module, je hebt een tank module en een CAD module. En sinds kort hebben we ook een CloudWorks module, waar we het straks ook nog even over gaan hebben. Dus in het Geosystems pack zit in principe de basismodule, zowel de surveying als de imaging als CloudWorks zit daar ook bij in. Dus op die manier is ook een beetje duidelijk. Als ik straks een beetje de functies ga beginnen gebruiken, dan kan het best zijn dat ik een aantal functies ook van modules ga gebruiken. Dan is het best dat je eventjes hier altijd terug gaat kijken welke commando's bij welke module horen en welke interessant zijn voor jullie. 3D Reshaper kan je uiteindelijk een heleboel zaken mee doen. We hebben helaas te weinig tijd om alles te gaan door te spreken. Je kan er meshes mee maken, dus eigenlijk vlakke modellen vanuit de puntwolk gaan creëren. Zelfs van zeer complexe vormen, zoals hier die zuiltjes en zo verder. Je kan je puntwolk gaan opkuisen op allerlei soorten manieren. Je kan fotootjes gaan draperen op je meshes. Je kan breeklijnen gaan extraheren, tunnel inspection. Reverse engineering, dat is eigenlijk de CAD-module waarbij dat je puntwolken gaat gebruiken en die gaat omvormen tot een echte CAD-tekening.
Dat wordt vaak in reverse engineering gedaan met ja, speciale wiskundige oppervlaktes en zo verder. En dus daar is ook een speciale module voor voorzien binnen 3D Reshaper. Ik heb een aantal van de features van 3D Reshaper eventjes eruit gepikt en deze zou ik eventjes live willen laten zien. Dus we gaan eigenlijk beginnen met linksboven hier de volumeberekening. Ik ga eventjes PowerPoint uitzetten, mijn Reshaper open doen. Misschien heel kort, je hebt uiteraard telkens een soort van ribbonstructuur met hier bovenaan alle commando's. Sinds kort, voor de mensen die al langer Reshaper gebruiken, heb je ook een autosave. Die was er vroeger niet. Die kan je dus nu wel gaan activeren, moest je dat graag willen. De menustructuur is ook wel een beetje veranderd. Alles wat dat te maken heeft met het maken van objecten, het maken van geometrie, die zit nu mooi samen onder construct menutje, transform, het aanpassen, het bewegen, laten we zeggen. Cloud, alles voor het opkuisen van je puntenwolken, mesh enzovoort enzovoort. Oké, een volume berekenen, dat kan op zich vrij eenvoudig binnen 3D Reshaper. We gaan eventjes een dataset open doen. Zo, hier zie je eigenlijk een puntenwolk, die in dit geval gemeten is met een terrestrische scanner aan behoorlijk lage resolutie. Je ziet hier inderdaad ook gaten, dus dat wil zeggen dat die vanop de grond gemeten is en dat die daar inderdaad geen data kon meten. Nu, uiteindelijk, als je een volume wil gaan berekenen, dan moet je effectief wel een vlakke model hebben of een mesh. Dus moeten we deze puntwolk gaan omvormen tot een mesh. In 3D Reshaper heb je een heleboel verschillende meshing opties. In dit geval is het eigenlijk het meest eenvoudig om te gaan werken met een 2D mesh, omdat je daar niet al te veel parameters moet voor invullen. We gaan iedere 10 centimeter een puntje prikken in deze puntwolk en daaruit gaan we onze driehoekjes gaan maken. Dus we gaan even laten berekenen. Zo, dat ziet er op zich al niet zo slecht uit. Dus door het feit dat we deze meshing optie hebben genomen, dan gaat hij ook automatisch de gaten hier gaan dichtmaken, zodat we een mooie uniforme mesh krijgen. Misschien kunnen we nog heel eventjes de scherpe randjes wat uitfilteren. Zo, dat ziet er al een beetje mooier uit. Oké, dus uiteindelijk krijg je nu een vlakke model. En je kan van zo'n vlakke model uiteraard volumes gaan berekenen. Nu, er zijn verschillende opties. De meest eenvoudige is eigenlijk dat je een soort van referentievlak gaat nemen en dat je het volume boven en onder het referentievlak gaat nemen. Dus in dit geval kan je eigenlijk heel eenvoudig het referentievlak gaan bewegen waar dat je het graag wil hebben. Je kan zelfs in stapjes gaan werken en zeggen van ik wil dat het referentievlak telkens 30 centimeter omhoog beweegt en dat je voor iedere stap het volume erboven en eronder gaat berekenen. Nu vaak ga je bijvoorbeeld ook nog een tweede meting doen. Dus dit is bijvoorbeeld de meting toen dat de stockpile ja, volledig was, om het zo te zeggen. Ik heb hier nog een tweede meting gedaan, waarbij dat die hele stockpile is afgegraven. En je zou die twee meshes, in dit geval zijn het twee meshes, ook met elkaar kunnen gaan vergelijken en dus eigenlijk het volumeverschil gaan bepalen. Dan ga je gewoon die twee meshes aanklikken, meten en dan heet dat curvature. Alle parameters zijn ingesteld en dan komt die eigenlijk automatisch met een berekening hoeveel kuub er weg is gegraven. Hier is blijkbaar nog een heel klein stukje ergens erbij gekomen. Er zal een klein stukje hier achteraan door de andere mesh zitten en daar krijg je dan ook het volume van. Dus zo eenvoudig. Kan je hier eigenlijk volumes mee gaan berekenen? Oké, gaan we even verder kijken. Model comparison. 3D Reshaper, daar kan je inderdaad ook verschillende modellen met elkaar gaan vergelijken. Dus dat zouden ofwel twee verschillende scans kunnen zijn die je op verschillende momenten hebt gemaakt. Kan ook een vergelijking zijn met een CAD-model. Dat kan je eigenlijk een beetje kiezen. In dit geval hebben we een puntenwolk.
die Hans Liebrand, een van onze salesmensen, bij zijn thuis eventjes heeft gemaakt. Hij heeft een kartonnetje op de muur geplakt en een scan gemaakt. En daarna heeft hij dat kartonnetje een beetje naar beneden bewogen. En dan zien we hier, je ziet dus dat hij net een beetje beweegt. En nog een scan genomen. En we gaan die twee eigenlijk met elkaar gaan vergelijken. En dan hopen we uiteraard te zien dat het kartonnetje ook effectief naar beneden gaat. Dus normaal gezien ga je eigenlijk van die twee puntwolken eerst een mesh gaan maken. Zoals je hier ziet. En ga je die meshes met elkaar gaan vergelijken. Nu in 3D Reshaper moet je zelfs niet echt een mesh gaan maken. Kan je ook rechtstreeks vanuit de puntwolk een vergelijking gaan maken. Dus ik ga eventjes die twee puntwolken aanduiden. En hier bovenaan bij Measure. Dus dit zit nog allemaal in het basispakket. Ga je Compare en Inspect gaan doen. We gaan een 3D-inspectie doen. Preview. Dan moet die even berekenen. En dan krijgen we eigenlijk ons zicht. Je ziet aan de rechterkant een legende staan met de grootte van de afwijkingen en de kleurtjes. Je kan uiteraard de kleurenschaal ook nog gaan aanpassen. Dus moesten we nu even op zoek gaan naar de meer extreme waardes. Dan zitten we hier inderdaad rond de 2 centimeter aan de ene zijde. En bijna 0 aan de andere kant. Dus je ziet de verschuiving, inderdaad bovenaan en onderaan. In dit geval zie je ook eigenlijk dat de tape waarmee dat het kartonnetje was vastgemaakt ook stilaan is los beginnen komen. En dit hoekje is inderdaad de tweede keer beginnen loskomen van de muur. En daarom zie je daar een grote verplaatsing in de kleurenschaal. Oké, we hebben een vergelijking gemaakt. Je kan daar nog een heleboel andere zaken mee gaan doen. We zouden bijvoorbeeld hier nu ook labeltjes op kunnen gaan plaatsen. Waarbij dat we voor specifieke punten de afwijking graag willen weten. Zo, dan krijg je dus de gemeten waarde, de referentiewaarde en de afwijkingen. En je kan hier bijvoorbeeld ook direct een rapportje van gaan maken. Dus hier zit een soort van HTML-template in die je zelf kan aanpassen naar je eigen wensen. Maar ik ga nu eventjes gewoon een preview doen. En dan krijg je dus eigenlijk een screenshot en in dit geval een kadertje met alle gemeten punten, alle specifieke punten die je hebt aangeduid. Met referentiewaardes, gemeten waarden, de afwijkingen, zowel in X, Y als in Z. En kan je dit gaan gebruiken. Je kan uiteraard nog screenshots gaan toevoegen en zo verder. Je kan dit een beetje gaan customizen, zoals je dan graag zelf wil. Oké. Nu, we kunnen nog zelfs een stapje verder gaan. In de laatste nieuwe versie van 3D Reshaper kan je ook 3D-PDF's gaan maken. Dus je zou dit eigenlijk kunnen gaan omvormen naar een 3D-PDF. Dus hier eigenlijk gewoon export to 3D-PDF. En dan krijg je een 3D-PDF. Je kan dat doen eigenlijk met een heleboel objecten. Welke precies kan je terugvinden in de help van 3D Reshaper? Natuurlijk, een hele grote puntwolk. Daar gaat Adobe Acrobat een beetje op vastlopen, vrees ik. Dus je houdt best je modellen wel niet. Je zorgt ervoor dat die modellen best niet al te groot zijn, want anders ga je mogelijk problemen krijgen om die PDF op een goede manier te gaan roteren en zo verder. Oké, dus vergelijking maken tussen modellen kan dus zowel tussen scans als tussen scans en modellen. Een kapmodel bijvoorbeeld, zoals je hier op de screenshot kan zien. Gaan we naar de volgende? Dat is de cutlink. Een hele mooie toevoeging in 3D Reshaper is dat je tegenwoordig een rechtstreekse link hebt eigenlijk met AutoCAD. Ik ga eventjes hier een mesh open doen. En tegelijkertijd gaan we ook nog even AutoCAD open doen met een tekening. Ik ga 3D Reshaper aan de ene kant zetten. Zo. AutoCAD aan de andere kant als hij opgestart geraakt. Bijna. Ja. Zo.
In dit geval hebben we aan de linkerkant eigenlijk een puntenwolk. In dit geval zelfs een mesh. Ik kan eventjes de representatie veranderen. Een mesh die gemaakt is op basis van dronebeelden. Aan de rechterkant, dus hier hebben we eigenlijk een bergflank. Daar is een bepaalde weg. En we willen eigenlijk een nieuwe weg gaan ontwerpen of de weg gaan aanpassen, laten we zeggen. Nu, de ingenieurs die hebben in AutoCAD al een nieuw ontwerpje gemaakt voor die weg. Dat zie je hier aan de rechterkant. En normaal gezien zou je natuurlijk een heleboel van die dingetjes moeten gaan beginnen exporteren en dan importeren in de ene software of in de omgekeerde richting. We hebben nu in AutoCAD een nieuw commando. Dus van het moment dat je 3D Reshaper installeert, dan heb je hier Send to 3D Reshaper. En dan kan je eigenlijk eender welk object dat je in AutoCAD hebt staan, selecteren. Zeggen Send to 3D Reshaper en dan wordt die eigenlijk gewoon direct naar 3D Reshaper omgezet. Uiteraard moeten beide modellen wel in hetzelfde assenstelsel staan, anders komt die ergens terecht waar je dat niet dadelijk verwacht mogelijk. Dus ik ga hier gewoon deze lijn, de aslijn van de weg gaan selecteren, Send to 3D Reshaper, en dan zie je hier aan de rechterkant, aan de linkerkant, sorry, direct die lijn verschijnen in 3D Reshaper. Dus nu kunnen we die lijn gaan gebruiken om commando's te gaan uitvoeren op onze mesh bijvoorbeeld. We gaan doorsneden gaan genereren op de mesh. Dit zit in de surveying optie. Create sections along an axis. We gaan, laten we zeggen, iedere 5 meter een doorsnede maken. Ik ga geen doorsnede maken doorheen de hele berg, want dan hebben we eigenlijk veel te... De grote lijnen hebben we allemaal niet nodig. We willen eigenlijk voornamelijk de doorsnede hier rond deze aslijn bepalen. Dus ik ga hier zeggen remove points distance more than 5 meters. We gaan hem zowel in 3D laten zien als in 2D. Een preview opvragen en dan zie je hier aan de linkerkant dat hij om de 5 meter eigenlijk een doorsnede heeft gemaakt doorheen de mesh. Volgens deze as. En hier aan deze kant zie je dan eigenlijk telkens iedere doorsnede verschijnen. Dus dat gaat op zich allemaal heel snel. Oké. Dus hebben we alle doorsnedes. Ik ga eventjes mijn mesh wegdoen. Nu, al die doorsnedes die willen we misschien graag gaan vergelijken met ons model dat de ingenieurs hebben opgebouwd. Dus willen we die misschien graag terug opnieuw naar AutoCAD exporteren. Ik ga eventjes mijn aslijn wegdoen. We gaan even al onze doorsneden gaan selecteren. En dan doen we rechtermuistoets Send to AutoCAD. En dan staan al je doorsneden in AutoCAD. Zo eenvoudig kan het eigenlijk zijn. Het is echt een heel krachtig hulpmiddel waarbij dat je telkens het beste uit deze twee softwares eigenlijk kan gaan combineren met elkaar. Dus je hebt echt een rechtstreekse combinatie CAD samen met puntenwolkverwerking of meshverwerking. Super snel, super handig enzovoort. Je kan, dus de overdracht zelf gaat echt met een heleboel verschillende soorten objecten. Natuurlijk, ja, puntwolken is weer al een van de uitzonderingen. Je kan niet zomaar een puntwolk vanuit 3D Reshaper naar AutoCAD brengen. Maar bijvoorbeeld een mesh, als die niet te groot is, niet te veel aantal driehoekjes, in dit geval zijn het er ja, redelijk veel, maar ik denk nog steeds onder het miljoen. Die kan je zelfs ook gaan overbrengen. Send to AutoCAD. Duurt het een beetje langer, maar dan heb je zelfs je mesh in AutoCAD staan. AutoCAD wordt daardoor misschien wel een beetje trager. Maar op die manier kan je het beste van de beide gaan combineren. Oké, gaan we even naar de volgende. Dus CAD-Link zit eigenlijk ook in het basispakket trouwens. Ja, dus is ook in de base license. Dan gaan we eventjes naar de surveying license. Daar hebben we een building extractor en een ground extractor, die op zich wel mooie toepassingen zijn. Gaan we deze even wegdoen. Een andere punt ook open doen. We zullen misschien beginnen met de building extractor. De building extractor is eigenlijk gemaakt om heel snel van een puntwolk een vlakke model te gaan maken. Maar een beetje een vereenvoudigd vlakke model. Een mesh is behoorlijk complex, behoorlijk zwaar ook nog steeds. Als we naar CAD software willen gaan. In dit geval hebben we een puntwolk.
En we willen hier eigenlijk vrij snel gewoon een vlakke model, een eenvoudig CAD-model van gaan maken. Dus kan je eigenlijk gewoon heel eenvoudig die puntenwolk gaan selecteren. Je hebt hier bovenaan bij surveying, heb je de building extractor. Dan gaat hij een aantal berekeningen gaan doen. En eens als de berekeningen gedaan zijn, dan kan je gaan puntjes selecteren. En telkens als je een puntje selecteert, gaat hij eigenlijk een vlak gaan proberen te vormen. Nu, je hebt hier een aantal parameters die je kan instellen. We gaan hem in dit geval een beetje preciezer gaan instellen. Laten we zeggen op een tolerantie van 2 centimeter. En iedere keer als ik dus nu een puntje aanklik, dan gaat hij eigenlijk een vlak gaan zoeken met een tolerantie van 2 centimeter. Hij zoekt de contour en als ik tevreden ben met de contour, dan ga ik gewoon op enter duwen. En dan maakt hij daar een vlakje van. Dan gaan we een ander puntje aanklikken. Vindt hij opnieuw het vlak, opnieuw de contour. Enter. En op het moment dat die vlakken eigenlijk voldoende kort bij elkaar gaan liggen, dan gaat hij automatisch ook de snijlijn gaan genereren van die twee vlakken. En zo kunnen we dus eigenlijk helemaal rondgaan en vrij snel een vlak model gaan opbouwen van onze structuur. En dus finaal, ik ga nu niet alles gaan uitwerken. Finaal, als je dan klaar bent, dan zeg je oké. En dan hou je dus eigenlijk je vlakke structuur over, die je dan opnieuw kan gaan exporteren, of via de send to AutoCAD-commando gaan overbrengen naar AutoCAD. En daar kan je dan verder mee gaan werken. En dit is eigenlijk een veel lichtere mesh dan een echte mesh met kleine driehoekjes, waarbij dat je ieder puntje echt gaat verbinden met elkaar. Dus daar kan AutoCAD veel makkelijker mee omgaan en kan je dus veel makkelijker mee gaan verder werken. Dus dat is Building Extractor. Daarnaast hebben we ook een Ground Extractor. Ground Extractor heeft voornamelijk belang als je bijvoorbeeld met drones gaat vliegen, waarbij dat je een terrein gaat inmeten. En uiteraard op dat terrein staan bomen en struiken. En je wil graag het terrein zelf gaan meten. Je wil die bomen en die struiken er liever niet op hebben staan. Dan kunnen we die met de Ground Extractor eruit gaan filteren. Dus dit is een puntenwolk van een 4 hectare ongeveer. Vlucht met een drone. Als ik even inzoom, dan zie je dat dit gewoon allemaal puntjes zijn. Je ziet dat daar struiken op staan, dat daar bomen op staan, en zo verder. En we willen eigenlijk gewoon het terrein eruit gaan halen. Ik ga het eventjes niet op het hele terrein doen, want dat zou een beetje te lang duren. Dus ik ga een klein stukje eruit halen. Dus hier zie je de puntenwolk. Oké, dan gaan we die selecteren. We gaan naar Ground Extractor. En dan kan je hier eigenlijk aangeven een soort van hoek. Dus hij gaat telkens een puntje nemen. Hij gaat kijken of dat het volgende puntje onder of boven een bepaalde hoek staat. Dus als hij aan een boom komt, dan gaat dat puntje van de boom uiteraard boven die hoek gaan uitkomen. En dan gaat hij zeggen, ah, dat is geen onderdeel van mijn terrein. Dus die gaan we skippen en dan gaat hij verder. Dus ik ga hem nu eventjes op 30 graden laten staan. We gaan het kiezen van de puntjes om de meter laten doorgaan. En dan gaan we hem laten berekenen. Ik heb hier ook nog een checkmark gezet bij Refine the Final Mesh. Dus hij krijgt eigenlijk eerst een vrij grove mesh uit het algoritme. En dan gaat hij die mesh gaan verfijnen door details proberen te gaan toevoegen. Dus nu heeft hij gedaan. Je ziet hier onderaan links een terreinmodel tussenkomen. Ik kan nu eventjes gaan switchen tussen de puntwolk en de mesh. Dus hier zie je eigenlijk het terreinmodel. Je ziet dat alle onderdelen van het terrein zelf mooi zijn opgenomen en dat eigenlijk de bomen die zijn mooi weggefilterd. Onder de bomen gaat hij natuurlijk een soort van interpolatie gaan maken. Aangezien dat er daar uiteraard geen data is, gaat hij daar een soort van interpolatie gaan maken van
het terrein zelf. Nu moest je niet tevreden zijn met die dimpels en zo verder. Heb je natuurlijk ook nog een heleboel algoritmes hierin zitten om je mesh te gaan smoothen. Ja, als we nu bijvoorbeeld deze liever niet willen hebben, dan gaan we daar eventjes gewoon een cirkeltje rondtrekken en dan gaat hij wegwerken. Dus op die manier kan je eigenlijk heel gemakkelijk extra interpolaties gaan maken en zo verder. Er zijn een heleboel tools om met meshes ook nog te gaan werken, om je kleurtjes erop te gaan projecteren. Maar daar hebben we helaas niet dadelijk de tijd voor om die allemaal te gaan bespreken. Ja, uiteraard met een terrein kan je hoogtelijnen gaan genereren. Je kan de breeklijnen gaan genereren en zo verder. Ik zal heel eventjes hier de contour lines, dus de hoogtelijnen gaan genereren. Iedere halve meter eentje, 2,5, om de 2,5 meter een grote. En je ziet dat dat eigenlijk heel snel en vlot gaat. Opnieuw deze hoogtelijnen kan je weer gaan exporteren naar AutoCAD. En op die manier mee gaan verder werken. Breeklijnen kan trouwens ook, en zo verder en zo verder. Dus dat zijn twee opties binnen de surveying module. Er zitten nog wel een aantal extra functies in. We hebben ook een tunnel extractor. Dus als je veel met tunnels bezig bent, die kan eigenlijk automatisch al de ruis in de tunnel, mensen die er rondlopen, buizen die eventueel in de tunnel hangen, automatisch gaan wegfilteren. Zodat je enkel de puntwolk van de buis zelf, van de tunnel zelf gaat overhouden. En op die manier kan je makkelijk je data gaan opkuisen, bijvoorbeeld. Dan gaan we naar de laatste drie, scripting. In 3D Reshaper kan je echt gaan scripten. Dus dat wil zeggen dat je een toegang hebt tot een scripting language, JavaScript in dit geval, waarmee dat je zelf eigenlijk bepaalde repetitieve taken die bijvoorbeeld vaak voorkomen in je workflow, kan gaan automatiseren. In dit geval heb ik hier een puntenwolk van een terrein met een aantal hoogspanningskabels. En we willen eigenlijk op een vrij snelle, automatische manier die hoogspanningskabels eruit gaan halen. Dit is gewoon één voorbeeldje. Je kan zelf scripts gaan maken op de website van 3D Reshaper. Kan je ook een heleboel scripts vinden en er is ook een forum waarop je kan discussiëren met andere mensen. Maar dit is gewoon om eventjes te laten zien. Script zit trouwens ook in de basislicentie. Ik ga eventjes mijn script opstarten. Zo. Wacht even. Zo. Dus dit is eigenlijk het script. Een heleboel lijntjes code die je dan moet gaan opmaken. In dit geval gaan we gewoon het script starten. Komt hij eigenlijk vragen met een aantal gegevens van de gebruiker. Om de 2 meter wil ik een puntje proberen te prikken. Zegt hij oké. En dan ga je eigenlijk gewoon een puntje gaan aanduiden op een van die kabels. En daar gaat hij starten. Nu gaat hij hier beginnen berekenen. 10%, 20%, 30%. En uiteindelijk krijg je een polyline die de kabel toont. We kunnen nog een keertje starten. Zouden de parameters een ander puntje als startpunt aanklikken. En zo zie je dat die opnieuw gaan berekenen. Uiteraard als je die parameter, die step size, een beetje kleiner of groter gaat maken, dan gaat die lijn gaan verder trekken. In dit geval zie je ook dat er hier gewoon te weinig data is. Dus dan moet je eigenlijk al een behoorlijk grote step size gaan nemen om eventueel over die gaten te kunnen gaan springen. Dus dat kan je allemaal gaan modelleren in je eigen script, zodanig dat je je eigen taken kan gaan automatiseren. Dit is gewoon een van de vele voorbeeldjes van de dingen die je daarmee kan gaan doen. Oké. Cloudworks. Tot voor kort moesten we eigenlijk steeds, laten we zeggen vanuit Cyclone, als we een puntenwolk hadden geregistreerd, eerst gaan exporteren en daarna gaan importeren in 3D Reshaper. Vooraleer dat we eigenlijk een puntenwolk konden gaan gebruiken in 3D Reshaper. We hebben sinds kort eigenlijk ook een Cloudworks-versie voor 3D Reshaper. En daarmee kan je dus rechtstreeks vanuit Cyclone puntenwolken gaan binnenhalen.
En je kan zelfs via Jetstream gaan werken. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je echt gigantisch grote puntwolken kan inladen in 3D Reshaper. Echt een heel snel. Misschien jullie wel bekend, deze dataset. Dat is een dataset die ik ooit heb gescand van ongeveer een 3 miljard punten. Die gaan we eventjes inladen. Ja, wacht, ik heb hier even een clip op staan, blijkbaar. Die gaan we even uitzetten. Zo, dus dit zijn 3 miljard punten in 3D Reshaper. En je ziet eigenlijk ook hoe snel dat die alles inlaat. Ook als je inzoomt, je ziet dat die continu eigenlijk punten bijlaat, zodanig dat je de volledige resolutie hebt om mee verder te gaan werken. Op het moment dat je hier nu verder mee wilt gaan werken, kan bijvoorbeeld hier eventjes een assetstelsel. Dus je hebt eigenlijk de standaard tools die ook in een standaard CloudWorks zitten, in AutoCAD of in Revit. We kunnen hier bijvoorbeeld een assetstelsel op een muur gaan leggen. En zo, dan heeft hij hier een assetstelseltje opgeplaatst. Als ik nu even een topview opvraag, dan zie je dat ik mooi aligned ben met het gebouwtje. Kunnen we er even gaan uitknippen, bijvoorbeeld. Oh, was niet de bedoeling. Een limitbox gaan maken. En we nemen bijvoorbeeld hier een klein stukje eruit. Je moet die even berekenen. En dan krijg je een bepaald stukje dat je eruit kan gaan halen om bijvoorbeeld mee verder te werken. Ik zal dit misschien heel eventjes omzetten naar een reshaper-puntenwolk. En heel kort laten zien hoe dat je bijvoorbeeld de scheefstand van een muur zou kunnen bepalen. Dus dan wil je eigenlijk enkel de punten van de muur overhouden, uiteraard. Je kan beginnen knippen. Je kan eigenlijk een view helemaal aan de rechterkant gaan zetten en proberen manueel die punten eruit te gaan knippen. Er zijn ook heel eenvoudige manieren eigenlijk om enkel de punten van de muur over te houden. Je kan bijvoorbeeld een vlak gaan fitten. Gewoon door een puntje aan te klikken. Dan gaat hij een vlak gaan zoeken. Zo, in dit geval moet ik mijn tolerantie blijkbaar een beetje hoger gaan zetten. Zo, dat ziet er beter uit. En dan heb je hier bijvoorbeeld direct een optie dat je eigenlijk met de punten die hij gebruikt om het vlak te maken, dat hij daar een aparte puntenwolk mee gaat maken. En zo, dan gaan we al de rest even wegdoen, het vlak wegdoen. En dan hou je eigenlijk je muur eigenlijk over. Nu kan je, wacht, ik ga eventjes mijn standaard assenstelsel terug activeren, aangezien dat ik weet dat mijn scanner perfect waterpas stond. Zo. Wacht eventjes al die andere dingetjes uitzetten. Ja, nu laat hij ze eventjes niet meer zien. Wacht, hè. Ja, en op die manier kan je dus bijvoorbeeld verder gaan werken en daar de scheefstand van gaan bepalen. Je hebt hier binnen de surveying heb je echt een heleboel opties waarbij je bijvoorbeeld de surface levelness, dat werkt ook voor een verticale muur, kan gaan berekenen. Surface flatness en zo verder en zo verder. Een heleboel mogelijkheden eigenlijk. Maar ik zie dat we al bijna aan de 3 kwartier zitten. Dus gaan we eventjes nog snel naar het laatste stukje. We hebben een speciale module bijvoorbeeld voor mensen die heel vaak in van die olieopslag vaten metingen gaan doen, calibraties bijvoorbeeld van zo'n tank gaan doen. Daar is een speciale module voor ontwikkeld binnen 3D Reshaper. Deze even wegdoen. En nog een laatste punt ook eventjes open doen. Zo, dus in dit geval hebben we van die puntwolk al een mesh gemaakt. Dus je ziet eigenlijk een vlakke model. En je hebt hier dan specifiek die tankmodule. Dus we gaan een nieuw projectje starten voor de tankmodule. Je kan dan in het begin een soort van oriëntatiepunt gaan aangeven. Dus laten we zeggen dat dit ons oriëntatiepunt is, het mangat. Een hoogte waarop dat we willen beginnen te meten. De tank is ongeveer 13 meter hoog. En dan laat je eigenlijk de software automatisch de best mogelijke cilinder door deze tank gaan zoeken. Dan zie je hier de berekening daarvan.
Je kan uiteraard de slechtste punten gaan verwijderen, bijvoorbeeld gelijk die mangaten en zo verder. Je ziet hier ook direct de scheefstand die berekend wordt. Dus belangrijk bij een tankkalibratie dat je de plumbness, of de scheefstand eigenlijk, kan gaan visualiseren. We gaan nu op basis van die cilinder die we nu net berekend hebben, gaan we vlug de bodem en het plafond, om het zo te zeggen, los gaan maken van de wand. Die ook even berekenen. Zo. En dan zie je dus dat je eigenlijk gewoon de bovenkant kan gaan losknippen, de onderkant kan gaan losknippen en enkel de wand overhoudt. En hier kunnen we nu verder berekeningen op gaan doen. We zouden bijvoorbeeld een kleurenmap kunnen gaan genereren, dus waarbij dat we de afwijkingen ten opzichte van die ideale cilinder gaan berekenen, zoals je hier ziet. Je kan uiteraard die kleurenschaal gaan aanpassen en zo verder. Daar hebben we niet dadelijk heel veel tijd voor op dit moment. We kunnen dit gaan exporteren naar een 3D-PDF, maar we kunnen die ook gaan openvouwen, een soort van unrolling. Dan knippen we hem eigenlijk open aan ons referentiepunt en dan vouw je hem helemaal plat. En we gaan even een preview daarvan opvragen. Dus hier zie je eigenlijk de snijlijn, daar gaat hij hem openknippen en dan gaat hij hem helemaal ontvouwen, zodanig dat we een platte voorstelling krijgen van onze cilinder, hetgeen een beetje makkelijker op papier af te drukken is. Zo. Even terug naar onze shell. Zo. We kunnen de rondheid gaan controleren van die tank. Ik ga dat heel eventjes allemaal snel doen. Niet te veel tijd aan spenderen. Met bepaalde stapjes. Dan krijg je dus op ieder niveau de rondheid eigenlijk van je cilinder te zien met de afwijkingen. Ervan. Je kan de verticaliteit gaan controleren en zo verder en zo verder. Afwijkingen bijvoorbeeld ook van de grondplaat. Als ik even de grondplaat neem, kan je ja, settlements, de zettingen eigenlijk. Je hebt de differentiële zettingen, maar dan moet je een aantal gemeten punten hebben. Ik ga nu even snel localized settlements gaan berekenen. Dus dat wil eigenlijk zeggen de lokale zettingen of de lokale afwijkingen ten opzichte van het vlak. En zie hier bijvoorbeeld met deze instellingen de lasnaden verschijnen, en zo verder en zo verder. Dus al deze dingetjes kan je ook heel eenvoudig in een rapportje gaan gieten. Je hebt hier achteraan gewoon een knopje, PDF report, CSV rapportje, dat je helemaal kan aankleden zoals je dat zelf graag wil. Je gaat hier een PDF rapportje van maken. Uiteraard kan je de header en de indeling van zo'n rapportje zelf helemaal gaan aankleden op basis van een HTML-template. Je eigen logootje erbij op gaan zetten. En zo verder. Dus hier zie je eigenlijk de best cilinder, de plumbness, die eventueel gebruikt wordt. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van een bepaalde standaard die in 3D Reshaper zit ingebouwd, maar je kan uiteraard ook je eigen waardes gaan invullen. De 3D-inspectie, localized settlements, de rondheid en dus die afwijkingen die we daarnet hebben berekend, snel, een roll en zo verder en zo verder. Dus je ziet eigenlijk dat ja, met 3D Reshaper kan je echt een heleboel zaken doen. Dit is nog maar een topje van de ijsberg. Maar ja, er is zoveel meer mogelijk met 3D Reshaper. De kracht zit hem voornamelijk in hoe dat je de verschillende commando's met elkaar gaat combineren. En dan kan je echt een heleboel zaken doen met je puntwolken om uiteindelijk analyses te gaan doen en zo verder. Hierbij zijn we een beetje gekomen aan het einde van mijn uitleg. Moesten jullie vragen hebben, ik weet niet of dat Arno iedereen kan unmuten. Ik ga ook eventjes kijken in de chat of dat ik daar waardes of vragen zie staan. Maar ik zie er nog niet dadelijk verschijnen.
Ik zie hier staan dat Arno, dat is onze PR-man, dat hij zegt van dat het unmuten blijkbaar niet zo eenvoudig is. Maar jullie kunnen normaal gezien ook allemaal vragen stellen via de chat of via de questions-sectie van de webinar. Ah, wacht, ik zie hier een aantal vraagjes toch wel opkomen. Wacht even, want ik moet even kijken hoe dat ik dat op een makkelijke manier kan bekijken. Oké, ik ga eventjes erdoor de vragen die ik hier zie staan. Kun je van iedere scanner een puntwolk inladen? Je kan inderdaad echt van een heleboel scanners puntwolken rechtstreeks inladen in 3D Reshaper. Ik zal hier eventjes. Dus normaal gezien, als je een projectje gaat opendoen en import point clouds, dan ga je zien dat je echt een heleboel verschillende formaten aan kan. Hier onderaan. Wacht, mijn computer is een beetje traag, blijkbaar. Nu in één keer. Ah, hier. Dus je ziet alle generieke formaten uiteraard, maar ook data die rechtstreeks komt, bijvoorbeeld van een Faro-scanner, E57, ZNF-scanners. Dus je kan inderdaad echt een heleboel verschillende datatypes gaan inladen qua puntwolken. Zeker. Wat gebruikt 3D Reshaper voor computaties? Zijn CPU of GPU? Dus dat wil zeggen je computer, de processor van de computer zelf of van de grafische kaart, beide. 3D Reshaper werkt zowel op de grafische kaart voor een aantal van zijn berekeningen als op de processor van de computer. Het hangt er een beetje af van welke commando's dat je gaat uitvoeren. Bepaalde commando's zijn beter te berekenen op de GPU, op de grafische kaart. Andere zijn weer beter te berekenen op de CPU. Dus hij gebruikt eigenlijk beide. Wat is het huidige versienummer? Dat is een goede vraag. Moet ik even kijken of ik hier bij mij kan checken welk mijn huidige versienummer is. Mijn scherm laat het blijkbaar een beetje afweten. Nee, hier staat hij niet dadelijk in. Nu, daar kan ik kan dat wel eventjes opzoeken. Nu, sowieso op de website van 3D Reshaper ga je kunnen terugvinden welke de laatste nieuwe versie is en hoeveel versies dat je eventueel achterloopt. Daar vind je trouwens ook voor iedere versie een soort van release notes, zodat je kan zien welke functies er zijn bijgekomen sinds de versie die jullie op dit moment bijvoorbeeld draaien. Hoeveel kost 3D Reshaper? Ik ben normaal gezien niet degene die over de prijzen gaat, maar je moet tellen op een basisversie van ik dacht, 9.500 euro of iets dergelijks. En afhankelijk dan van welke extra modules dat je graag wilt, komt daar een bepaald bedrag bij. Ik stel voor als je graag correcte prijzen wil, dat je even contact opneemt met een van onze salesmensen of mij eventjes een mailtje stuurt. Dan kan ik dat wel voor jou uitzoeken als je dat graag wil. Zet er dan even bij welke module dat je graag de kostprijs van wil weten. Zijn tijdelijke licenties ook mogelijk? Ja, dat kan. Je kan een licentie van 3D Reshaper ook huren. Ik zou even moeten nakijken voor welke de minimumtermijn is. Dat weet ik niet van buiten. Maar daar kom ik dan eventueel ook nog wel op terug. Building Extractor kan geen ronde vormen. Nee, dat klopt. De Building Extractor die doet enkel vlakken. Dat is inderdaad zo. Ja, de vraag komt eigenlijk hoe dat je dan een scheepsromp eventueel moet gaan uitwerken. Ja, scheepsrompen zijn geen Building Extractor of geen buildings.
Ja, voor een scheepsromp, ja, dan moet je echt gaan werken met die kapmodule, waarbij je gaat werken met NURBS surfaces en zo verder. Dat is een beetje complexer als een gewoon gebouw, laat ons zeggen. Ik zie hier nog een vraag staan. 3D Reshaper geschikt voor analyse en modellering van piping? Niet echt. Je kan wel een cilinder gaan herkennen in een puntwolk, maar je gaat niet, ik zeg maar, bochtjes en al die andere zaken, die kan je daar niet mee gaan modelleren. Dus dan moet je eerder gaan kijken naar een cyclone. In cyclone hebben we een specifieke module, cyclone model, waarin echt een hele bibliotheek zit van kleppen en flanges en buisjes en staalprofielen en zo verder. Dat kan niet op die manier, niet zo uitgebreid alleszins in 3D Reshaper. Is CatLink ook uitwisselbaar met MicroStation, zie ik hier staan? Nee, helaas niet. Daar is inderdaad in het verleden wel al een vraag over geweest. En die ligt nu voor bij de mensen van 3D Reshaper om te kijken of dat een haalbare kaart is, ja of nee. Dus mogelijk in de toekomst, maar voorlopig niet. Mogelijkheid export mesh to a step file? Ja, dat kan. Dus je kan eender welke mesh dat je hierin maakt, kan je gaan exporteren als een step file. Dat kan. 3D Reshaper voor CAD, voor survey. Klaas, dan moet je misschien een beetje duidelijker zijn. Misschien moet je mij eventjes een mailtje sturen daarover, want ik begrijp de vraag niet helemaal. Dus misschien stuur daar eventjes een vraag over via e-mail en dan kunnen we daar verder op ingaan. Building Extractor gebruiken om de basis van leuningen op te meten. Ja, in principe wel. Als die basis van die leuningen vlak is, dan kan je daar vrij eenvoudig zo'n vlak op gaan maken. Nu, er zijn natuurlijk in 3D Reshaper zijn er nog andere mogelijkheden om vlakken te gaan creëren. Dus je kan eigenlijk ook heel eenvoudig gewoon een puntje aanklikken en er een vlak doorzoeken. Daar heb je misschien zelfs de Building Extractor niet voor nodig. De Building Extractor die gaat gewoon nog een stapje verder. Die gaat ook de verschillende vlakjes die je aanklikt proberen met elkaar te verbinden, zodat je echt een 3D-geometrie krijgt. Hoe moeilijk is het om meerdere puntwolken van een object samen te voegen? Er zijn in 3D Reshaper wel een aantal opties hier binnen Transform om puntwolken te gaan samenvoegen. Nu, dat werkt altijd. Ja, nee, dat is niet helemaal juist. Ik wou zeggen, dat werkt altijd via cloud-to-cloud. Er is ook een mogelijkheid om te gaan werken met individuele punten. Maar 3D Reshaper is daar niet het meest geschikte pakket voor. Ik bedoel, je kan dat doen, maar je krijgt eigenlijk relatief weinig feedback over de juistheid van het samenvoegen van die verschillende puntenwolken. Als het de juistheid minder een rol speelt, dan kan je dat doen. In het andere geval zou ik je eerder aanraden van eens een keer te gaan kijken naar onze andere software, zoals Cyclone Register of Registry 60. Die zijn echt gemaakt om verschillende puntwolken te gaan samenvoegen, te gaan registreren met elkaar op allerlei verschillende manieren. De standaard van de tankreportage, of dat die ook standaard conform een API of een andere norm beschikbaar is. Niet standaard. Nu, je kan het rapportje op zich gaan aanpassen naar je eigen wensen. Dat is een soort van HTML-template eigenlijk die je daarvoor gebruikt. Ik weet wel dat 3D Reshaper, die komen regelmatig uit met nieuwe versies en ze zijn op dit moment bezig met een volledige vernieuwing eigenlijk van de rapportagegenerator, waardoor dat je eigenlijk die op een makkelijkere manier naar je hand kan gaan zetten. Het kan nu al, maar dan via een HTML-template, maar binnen afzienbare tijd zou dat normaal gezien zelfs nog veel eenvoudiger moeten kunnen. Het enige rapportje dat er nu standaard in zit, is eigenlijk het rapportje dat ik je net heb laten zien.
Kun je buiten AutoCAD ook koppelen aan Revit of exporteren naar IFC? Nee, helaas niet. Dus voorlopig zit die koppeling enkel naar AutoCAD. IFC is iets heel specifiek. Dat zijn echt gebouwelementen. En het is niet dat we hier in Revit gebouwelementen aan het maken zijn. Dus eigenlijk is een export naar IFC zelfs niet echt wenselijk, denk ik, op dit moment. Je kan uiteraard wel alle objecten die je maakt gaan exporteren naar een DXF, die gaan opendoen in Revit bijvoorbeeld. En van daaruit je IFC-model gaan opbouwen in Revit, dus met je gebouwelementen en zo verder. CAD-Link en Inventor, ja. Wij zijn zelf ook vragende partij bij Leica om op een makkelijkere manier met eventueel CAD-Link en Inventor te gaan samenwerken. Op dit moment kan dat nog niet. Inventor heeft wel een mogelijkheid om puntwolken binnen te halen via de recap engine, maar ja, de mogelijkheid van die puntwolk die je dan binnenhaalt zijn eerder beperkt. Dus ja, op dit moment proberen wij meer aan te geven dat je dan ofwel via Reshaper moet gaan werken, bepaalde elementen moet gaan maken en die dan gaat exporteren en daarna gaat importeren in Inventor. Om op die manier te gaan gaan werken met je puntwolken. Er is nog niet dadelijk een rechtstreekse link mogelijk. Kan je exporteren naar een stepfile? Ja, dat heb ik zo net gezegd. Nu, om te exporteren naar een stepfile moet je uiteraard wel een mesh gaan maken of een CAD-model. En als je er een mesh van maakt, ja, dan moet je een beetje oppassen natuurlijk dat die mesh niet te zwaar wordt voor je pakket waar je naartoe wil. Want dan zou het best kunnen dat je andere software daarop gaat blokkeren. Ik denk dat er nog een heleboel andere vragen zijn. Ik stel voor, aangezien dat we ongeveer aan een uur zijn nu, ik zal nog net die laatste twee die ik hier nog zie, CAD-Link met Rhino. Ja, zoals ik net zei, alle suggesties zijn uiteraard welkom. Ik kan deze zeker voorleggen aan de mensen van 3D Reshaper. Maar op dit moment is er nog geen CAD-Link met een andere software dan AutoCAD mogelijk. En dan is het ook mogelijk om alleen de tankmodule aan te schaffen zonder de basismodule. Ik denk het niet, volgens mij niet. Ik dacht zelfs dat dat in een van mijn eerste slides erop stond. Dus de tankmodule, daar heb je effectief een basislicentie voor nodig om die te kunnen draaien. Je moet uiteindelijk ook eerst en vooral je puntwolk kunnen gaan omvormen naar een mesh, vooraleer dat je eigenlijk de tankmodule kan starten. Dus die basismodule heb je eigenlijk wel nodig daarvoor. Ik stel voor dat moesten er mensen zijn die nog vragen hebben, die mogen altijd een mailtje sturen. Ik zal nog eventjes mijn e-mailadres hier erop zetten: bjorn.vangenechten@leica-geosystems.com. Ik hoop dat jullie er een aantal nuttige dingen hebben kunnen uithalen. Moest je misschien al aan het werken zijn met 3D Reshaper en een vraag hebben erover of iets dergelijks, hoe dat je een bepaalde workflow of iets dergelijks, dan mag je ook altijd een mailtje sturen. Dan kan ik kijken of dat ik jullie daarbij kan verder helpen. In ieder geval bedankt om te luisteren. En ja, mogelijk tot een volgende keer. Dag. Jullie krijgen trouwens normaal gezien ook nog wel een linkje achteraf om de webinar helemaal te downloaden. En dan kan je hem achteraf nog eens een keer gaan bekijken. Oké, tot later. Dankjewel.